Repetities in volle gang voor theatervoorstelling over Harry Musquet. De voetballers van ACV beginnen met een knappe zege aan het seizoen. En een overzicht van het belangrijkste nieuws in de week van Drenthe. More than I could ask for. No longer beaten by the shine. Yeah. Nog 2 weken en dan gaat het muziektheaterspektakel So Many Roads over de Drentse blueslegende Harry Musquet in première. 10 jaar na zijn dood is het een soort eerbetoon aan QB. De voorstelling wordt 17 keer opgevoerd in de binnentuin van de ondernemersfabriek in Assen aan de Havenkade. En daar wordt druk gerepeteerd. Ja, ik speel Harry Musquet, QB. Ja, dat is best een mooie rol. Ja. Your help was more than I could ask for. But it came in right on time. Is het een eer? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dit is een nederpoplegende. Nederblueslegende natuurlijk. Maar goed, mensen hebben het al over Harry Blues, maar Harry was veel breder dan alleen blues. Hè. Als je gewoon zijn carrière. Ik heb natuurlijk enorm spitwerk graven en spitten in de turf en de veen van Drenthe. No longer beaten by the shine. Het zijn verschillende parcoursen die we door zijn leven heen nemen. Het leven langs zijn liefdes, het leven langs zijn vrienden, het leven langs de medemuzikanten. Heel belangrijk is ook de vriendschap met Johan Derksen. Die speelt een absoluut belangrijke rol in de voorstelling. Dat waren eigenlijk allemaal wegen die tot het ene leiden. So many roads. En uiteindelijk komen ze bij dat wat ik maar even de hemel noem, maar wat ook wat iedereen erbij wil verzinnen. Zeg maar het einde wat ook een begin is. Vrijdag 3 september is de première van de voorstelling Musquet, So Many Roads. Met op de eerste rij de weduwe van QB. Dat vind ik wel doorheen. Dat is wel dat ik denk van ja, zij heeft Harry dan waarschijnlijk wel als de allerbeste gekend. En dan. Ja, als die dan in de zaal zit en ik sta daar Harry te zijn, dat vind ik wel heel apart, ja. Challenging. Het Asser ACV, spelend in het wit, was gistermiddag de eerste ploeg uit Drenthe die sinds hele lange tijd weer eens mocht uitkomen in competitieverband in de derde divisie zaterdag. En de eerste goal is voor ACV op bezoek bij FC Lisse. De doelpuntenmaker is Justin Mulder. Hij doet dat vroeg in de wedstrijd, waarin ACV duidelijk beter is dan de thuisploeg. En dat is knap, helemaal als je bedenkt dat de smaakmaker van de voorbereiding en ook vorige week in de beker tegen Hollandia, Niels Revink, ontbreekt in Lisse. Maar langzaam maar zeker raakt ACV de grip wat kwijt in de eerste helft en komt de thuisploeg op gelijke hoogte. Met wat geluk, dat wel. Maar hij telt. Het is Enzo Stro met de 2-2. Bijna zat hij er nog bij. Ben Wormeester. Meer pech voor ACV. Opnieuw een blessure. Nu voor de doelpuntenmaker Justin Mulder. Hij moet er vanaf met een hamstringkwetsuur. En het wordt nog problematischer. Want hier komt de thuisploeg kort voor rust op 2-1. Het is David Verwij die het doet. Nadat Ben Wormeester in eerste instantie nog kan keren. Dan moet ACV veerkracht tonen in de tweede helft. En dat lukt. De corner van Kwispel. En de goal van Nande Wielink. Een fraaie goal van de verdediger van ACV. Het is 2-2. En dan krijgen we een duel met veel opportunisme van de thuisploeg en ACV dat er heel af en toe uitkomt. Zoals hier, 6 minuten voor tijd. De bal wordt ingebracht en komt uiteindelijk voor de voeten van Freddy Kwispel. Die legt hem terug op Gijs Jasper. En Jasper schiet binnen. ACV komt op 2-3. En dat is ook de eindstand. De ploeg uit Assen wint de eerste wedstrijd van het seizoen. En doet dat heel knap op bezoek bij FC Lisse. Door deze goal van Gijs Jasper. We hebben 3 punten. We hebben er meer al dan vorig jaar na 4 wedstrijden. We hebben meer goals gemaakt dan vorig jaar. Dus laten we zeggen dat dit een aardige start is. Maaike van der Duin, Nederland. Maaike van der Duin uit Assen heeft dit weekend 2 zilveren medailles gewonnen op het EK baanwielrennen voor rensters tot 23 jaar in Apeldoorn.
Dat gebeurde gisteren op het Omnium, een discipline met 4 baanonderdelen. En vandaag kwam daar het zilver bij op de koppelkoers, oftewel de Madison. Samen met Marit Rijmakers eindigde ze als tweede achter het ongenaakbare Italië. Van der Duin won eerder deze week ook al een gouden en een bronzen medaille op het EK. Het MBO en het HBO maken zich op voor een nieuw schooljaar waarbij de 1,5 meter afstand wordt losgelaten. Goed nieuws voor veel studenten, maar voor onderwijspersoneel is het een dubbel gevoel. Dat is voor ons ook spannend, maar ik denk wel dat de meesten er ontzettend naar uitzien. En daar waar het nodig is, hè, mensen die extra kwetsbaar zijn, ja, daar zullen wij mee in gesprek gaan. En daar zullen we kijken wat we daarvoor kunnen organiseren. Inmiddels zijn we natuurlijk wel wat gewend in het onderwijs. De provincie Drenthe krijgt 72,5 miljoen euro van het Rijk om stikstofproblemen in natuurgebieden op te lossen. 12 Natura 2000 gebieden in onze provincie worden aangepakt. Te veel stikstof op de natuur, dat doet de natuur geen goed. Het kabinet heeft bedacht dat we in ieder geval weer moeten gaan werken en nog meer moeten investeren in de natuur. Er moet meer herstel zijn. Er moet ook minder stikstof op de natuur terechtkomen. En dan proberen we weer een nieuwe balans te vinden. Dus het programma Natuur, wat we ook in Drenthe gaan uitvoeren, is bedoeld om de natuur te versterken. Het gas in het Dieverveld bij Wapse mag worden opgepompt zoals gepland. De gemeente Westerveld, Milieudefensie en omwonenden verliezen een rechtszaak bij de Raad van State. Er zijn voor de minister heel weinig weigeringsgronden om die gaswinningen tegen te houden. Dus ja, we hebben nog een poging gedaan, maar de uitkomst is volgens verwachting maar wel weer teleurstellend. Dankzij de LOFAR-antennes kunnen internationale astronomen unieke beelden publiceren van sterrenstelsels die nooit eerder zijn gezien. Dat is de belangrijkste winst sinds de antennes 10 jaar geleden bij EXLO zijn geplaatst. In het begin maak je de eerste foto en dan is het nog wazig, want de ionosfeer van de aarde die maakt dat troebel, net alsof je met een camera staat te bewegen. En dan moet je eruit halen met methodes die we moesten ontwikkelen. En langzaam maar zeker werden die methodes steeds beter en steeds sneller en konden ze ook meer data aan. En nu zijn we zover dat we dus deze foto's kunnen maken. Ja, dat is fantastisch. De Asuna-moskee in Assen wil uitbreiden. Het gebouw is niet groot genoeg en moskeegangers moeten regelmatig buiten bidden. Voor de uitbreiding is €1 miljoen nodig. Nu zijn wij van plannen om onderling als gemeenschap, om per gezinshoofd een x bedrag te doen. En van daaruit gaan wij x keer per jaar benefieten houden. Zodat wij ook uit het land donaties kunnen ontvangen. In de avond vallen er nog geregeld buien. Vannacht wordt het geleidelijk droog met opklaringen. Er kunnen wel wat mistbanken ontstaan. Het koelt af tot rond 13 graden. Morgenochtend is er veel ruimte voor de zon, afgewisseld met stapelbewolking. Het noorden van Drenthe heeft de meeste zonuren, maar in de middag komt de zon er overal bij. De maxima liggen rond 22 of 23 graden. Dinsdag oogt ook erg fraai met flink wat zonneschijn. De vroege ochtend is tamelijk killetjes met een graad of 10 als minimumtemperatuur. Overdag warmt het op naar 22 graden. De dagen daarna krijgt de temperatuur wat meer moeite om de 20 graden aan te tikken. Er komt meer bewolking en een eerste bui wordt donderdag verwacht. Tot zover Drenthe Nu. Bedankt voor het kijken. Nog een fijne avond en graag tot morgen.